Het is december 2007, de hoogste tijd om eens even terug te blikken op een muzikaal jaar. December is meestal ook de maand waarin de jaarlijstjes tevoorschijn komen. Mijn absolute favoriet van het jaar is Throbbing Gristle, Part 2, The Endless Knot. I see you in my eyes whenever I love you. Dat is vanwege het feit dat Throbbing Gristle in de jaren 70 furoren maakte als zijnde de beste industriële band aller tijden. Zij zijn de uitvinders van de industrial. Tijdje weg geweest, helemaal terug in 2007 met een zeer innovatief album. Schitterend gewoon. Throbbing Gristle, Part 2, The Endless Knot. Het beste van 2007. Mijn albumtip van 2007 is het album Andorra van Caribou. Eerder maakte die wat een beetje onduidelijke albums, wel ook mooi. Maar dit album is absoluut zijn meesterwerk. Het is heel poppy en fris en tegelijkertijd ook psychedelisch en dromerig met heel veel jaren 60 invloeden. En er gebeurt heel erg veel, maar uiteindelijk zijn het gewoon echte liedjes. Een absolute aanrader. Wij van Boeddhist wensen u fijne feestdagen en een muzikale 2008.